Wat tof dat je kijkt naar Wild of the World en dit keer zit ik een maandje op het tropische eilandje Bonaire. In deze video laat ik je alles zien wat dit paradijsje ons te bieden heeft. Let maar op. Onze reis begint op Flamingo Airport en daar staat onze huurauto al klaar voor een groot avontuur. We verblijven hier op Bonaire op een hele bijzondere locatie. Want terwijl de meeste hotels en resorts daar beneden aan het strand liggen of in Kralendijk, zitten wij wat verder buiten Kralendijk, midden op een heuvel in Hillside Apartments. En het uitzicht is prachtig, maar dat is niet het enige voordeel. Want je zit hier midden in de natuur, je ziet de dieren om je heen lopen en je hebt het allergrootste zwembad van iedereen op dit eiland. We zijn gisteren aangekomen in Bonaire en ik heb geprobeerd om het zo laat mogelijk te maken zodat we geen jetlag krijgen. Maar dat is niet gelukt en we zijn om 6 uur wakker geworden, zeker met Jens die gelijk het zwembad in wilde. En of het een straf is, dat mag jij bepalen. Het verhaal van Hillside is wel heel bijzonder. Vader en dochter Theo en Wendy werden verliefd op Bonaire en kochten hier een stuk land om hun eigen droomresort te bouwen. Ik zal jullie even ons schitterende appartement laten zien hier in Hillside Apartments. We slapen hier aan het zwembad met hier de master bedroom, where the magic happens. En hier hebben wij, heel modern, de badkamer. Helemaal prima. Dan hebben we voor Jens ook een hele ruime slaapkamer. Hier slaapt hij. En als hij wil kan hij nog 2 vrienden uitnodigen ofzo. En dan hebben we hier, waar het natuurlijk allemaal om gaat. De woonkamer met keuken, dus als je zelf wil koken, dan kan het hier ook gewoon. En dan hebben we hier een gigantische woonkamer, jongens, of niet? Nou, ik denk dat we hier ons wel gaan vermaken. En zeker met dit uitzicht. Als je naar Bonaire gaat, dan kan je eigenlijk niet zonder auto. En ik raad je sterk aan om ook nog eens een 4x4 te huren, want dan kan je echt het hele eiland overcrossen. Wij hebben er eentje gehuurd bij AB Car Rental. Bonaire heeft natuurlijk net als veel andere Caribische eilanden te maken gehad met slavernij. En deze zwarte bladzijde uit de geschiedenis is niet op heel veel plekken te bewonderen, maar wel bij de kleine slavenhuisjes die hier staan, helemaal in het zuiden van Bonaire. Zo jongens, dan gaan we even naar binnen bij een van de oude slavenhuisjes. En zoals je ziet, ik kan hier niet eens rechtop staan. Laat staan dat je moet voorstellen, hier sliepen dus 6 slaven samen in 1 huisje. En Jens kan hier ongeveer net in zijn eentje wonen. Bizar. Ondanks de heftige geschiedenis is de zuidkant van Bonaire een waanzinnig mooie plek. En de zoutwinning is nog altijd big business hier. Tijd voor een uitstapje naar de overkant. Want op zo'n 20 minuten varen ligt het onbewoonde Bounty Island, Klein Bonaire. Nou, helemaal onbewoond is het niet. Als je heel veel geluk hebt, zoals wij, zie je hier misschien wel schildpaddennesten uitkomen. Vandaag brengen we een bezoekje aan het uiterste noorden van Bonaire. En daar vind je het Washington Slagbaai National Park. Hier vind je de meest ongerepte natuur van de ABC-eilanden.
En alles is hier nog precies zoals het vroeger was. Koloniale huizen erbij, voordat de toeristen kwamen. Ik vind het prachtig. Park Slagbaai is niet alleen prachtig boven water, je kunt hier namelijk ook heel mooi snorkelen om de onderwaterwereld te ontdekken. Er zijn drie stranden genaamd Wayaka, genaamd 1, 2 en 3. En wij gaan snorkelen bij nummer 2. En dat is deze en hier kun je dus het allermooiste koraal vinden. De hele route door het park duurt met stops al snel een uur of vijf. Het is daarom handig om een koelboxje mee te nemen. Met wat eten, water... zei ik water? Bier bedoel ik natuurlijk. Vlakbij het Slagbaai National Park vinden we het Grotomeer. En dat is echt een van de allermooiste meren die ik in mijn leven heb gezien. Als je kijkt naar de kleuren in het water en de honderden flamingo's daar op de achtergrond, met de bergen erbij, wat een uitzicht. Wat wil je nog meer? Je hoeft niet lang op Bonaire rond te lopen om erachter te komen dat de natuur hier schitterend en overweldigend is. In het zuidoosten van Bonaire vinden we een heel groot meer genaamd Lac Cay. Het grenst aan zee, maar het water is hier de hele tijd ondiep, waardoor je bijna naar de overkant zou kunnen lopen. En dat maakt het ook perfect voor kinderen om te zwemmen en om te gaan windsurfen. En dat doen ze hier hoor. In deze ondiepe wateren leven karko's, grote zeeslakken. En alleen al de reusachtige schelpen die hier aanspoelen zijn een bezienswaardigheid. We rijden naar de overkant van Lac Cay en daar vinden we Sorbonne Beach, ook wel bekend als Jibe City. En dit is het paradijs voor twee dingen: windsurfen en cocktails drinken. Thank you.
Het eten hier bij Sebastian's is echt een dikke tip. Vooral de zoete aardappelfrietjes kan ik aanraden. Goedemorgen jongens, we gaan vandaag weer een hele mooie trip maken ergens op Bonaire. En ik heb een tof idee, want hier op Bonaire lopen een heleboel wilde ezels rond. En die ezels die hebben het lastig, die overleven hier niet zo makkelijk in de natuur. En daarom bestaat er een donkey sanctuary. Kijk Jens, dit is Zola. Er zitten hier op de Donkey Sanctuary ongeveer 700 ezels, waarvan de jongste dus 7 weekjes is en de oudste ongeveer 51. Dus dat zegt wel heel veel over hoeveel ezels en hoeveel verschillende soorten ezels hier zitten. Ja, en eigenlijk als ze in de problemen komen ergens op het eiland, dan worden ze ook hier naartoe gebracht en dan worden ze verzorgd. Van de ezelcrash gaan we naar de overkant, naar het nummer 1 strand. Vandaag breng ik een bezoekje aan het meest populaire strand van heel Bonaire. En dat komt omdat Te Amo Beach een zandstrand heeft waar je ook nog eens heel mooi kan snorkelen. Honger of dorst gekregen? In de middag vind je hier de Stoked Food Truck. En wij rijden ondertussen weer door naar een mooi, maar totaal ander strandje. Thousand Steps Beach. Je kan dus een prachtige wandeling maken van Thousand Steps Beach langs de kust. Het is wel een klein beetje lastig lopen. En zeker met hem, hou hem goed vast. Maar kijk hoe waanzinnig, jongens. We gaan vanavond even naar de sfeer van Cuba. Op het centrale plein van Kralendijk. Voor een van de leukste restaurantjes op Bonaire. Cuba Compagnie. Vandaag is een fantastische dag, want deze week hebben Suus en ik allebei onze refreshing course gedaan hier bij Wannedive. En we gaan nu natuurlijk wat prachtige fun dives maken. Na 5 jaar niet te hebben gedoken zijn we weer helemaal back on track en gaan we de onderwaterwereld van Bonaire ontdekken. Zo hebben we toch al heel veel mogen zien. Hey, daar zijn de ezels weer. Tijd voor een laatste ritje. Voor een van de beste uitzichten van Bonaire ga je naar de berg genaamd Seru Largu. Er staat een groot kruis bovenop en er is een prachtig panoramisch uitzicht over het eiland. Dat was het voor deze aflevering en ik hoop dat jij inmiddels net zo verliefd bent geworden op Bonaire als wij. Wij shoppen nog even voor wat souvenirs in Kralendijk en ik zie je snel weer op een nieuw avontuur. Een leuke Bonaireaanse souvenir is Bonaireaans zeezout. Dat kun je hier kopen. Binnenkort misschien Suus of the World?